De Woonbeurs Amsterdam bestaat dit jaar 20 jaar. Het evenement werd daarom op dinsdag 25 september feestelijk geopend door Jan de Bouffry. Woonbeurs Amsterdam is geopend. Even nieuwe spulletjes kijken en zo. Dat is een beetje de algemeenheid. Zo. Ik ben met de verbouwing bezig. Dus een hoop dingen. Keuken, badkamer, vloeren. Vooral inspiratie en misschien nog wat koop voor het huis. Kijk, dat is via plaatjes en mooie dingen. Wel, ik de eerste keer dat ik hier kom. Dus ik verwacht veel. Ik heb er heel veel zin in. Nou, wat je hier ziet, dat is de tuin van Tuin & Co. En de tuin van Tuin & Co. zit vast aan het woonhuis van 101 Woonideeën. Je ziet het vooral in binnensteden dat mensen op dakterrassen, maar ook op braakliggende terreintjes, moestuintjes beginnen. En dat is ook wat we een heel klein beetje hier willen laten zien. Naast veel wooninspiratie kun je op de Woonbeurs Amsterdam ook terecht voor persoonlijk advies. Later in dit programma laten we het adviesplein zien. Maar Jan de Bouffry heeft nu alvast een stylingtip. Als je nou eens straks thuis komt en je, dan is even de zon. Ga dan met je man en je kinderen, zet al je rommel eens uit die kamer weg. Buiten. Schilderijen eraf, alles buiten zetten. En dan ga je eens even in die lege kamer kijken. Dan ga je eens helemaal opnieuw denken. En dan haal je alleen naar binnen wat je nodig hebt en waar je aan gehecht bent. Dan staat de helft buiten en ben je weer opnieuw ingericht. Dank u wel. Op de Woonbeurs Amsterdam kun je ook een fantastische prijs ter waarde van 20.000 euro winnen. Laat jouw woonwens achter op de beurs en wie weet wordt jouw wens waarheid. Ik zou heel graag mijn tuin helemaal opnieuw aan willen leggen. Wij hebben pas ons huis verbouwd van boven naar beneden en de tuin zit er even niet meer in, dus ik kan wel een extraatje gebruiken. Alle wensen worden feestelijk opgehangen en Jan de Bouffry zal op de slotdag een prijswinnaar trekken. De verrassing op de Woonbeurs is voor mij eigenlijk dit jaar de Young Talent winnaar Dirk van der Kooi. Die presenteert hier een 3D printing waar hij een hele collectie stoelen uit laat voortkomen. En dat is echt wel heel welzinnig om te zien. Dus kom vooral even kijken. Wat we gedaan hebben is 73 antieke naaimachines opgekocht waarvan elk onderdeeltje hergebruikt is. Dus de naaimachine zie je daar als spot op de muur die met het wieltje ook nog kan dimmen. Je kan hier dus zelf je eigen naaimachientje uitzoeken en de kleur samenstellen. En wij maken het dus binnen 6 weken zoals je wil. Als je wat wil weten, kom hierheen. Ik bedoel, en je krijgt antwoord. Of je nou van klassiek houdt of van modern of whatever. Je vindt het hier gewoon. Iedereen moet zeker komen, want dit jaar is het een prachtig huis met een hele vrouwelijke sfeer. Hier is het een soort van punt van rust, een serene plek. Nou, wat natuurlijk heel bijzonder is van dit huis, is deze heerlijke wijnkamer. Ik denk dat iedereen dit thuis al zou willen hebben.
Het is echt een Toys for Boys in MTC-huis. Dus waar het heel vrouwelijk kan zijn, kan het ook lekker een beetje stoer en robuust zijn. Nou ja, dat hebben we hier. Dus ik pak wel een steentje, denk ik. Op het adviesplein zitten 10 stylisten voor je klaar, die eigenlijk in 3 kwartier voor 12,50 al je woonwensen kunnen beantwoorden eigenlijk. Kleur indelen. Dus neem ook vooral je plattegronden mee, tekeningen, foto's van je huis. En mocht je nou echt volop willen verbouwen, muren eruit breken, dan zijn er ook nog 4 architecten die aan ons plein verbonden zijn, waar je ook terecht kan. Dus u komt met uw tekeningen, bijvoorbeeld van uw bestaande huis, en u wilt verbouwen. Nou, dan krijgt u van ons een heel persoonlijk advies om u weer een stuk verder te helpen in het maken van keuzes en beslissingen. Om op die manier heel verstandig met uw huis om te gaan. Kom je ook naar de Woonbeurs Amsterdam? Je hebt nog tot zondag 30 september de tijd om langs te komen. Volg ons op Twitter via hashtag Woonbeurs of op Facebook.